Hallo jongens en meisjes, we rijden een dagje mee met de dierenambulance. Kijken jullie mee? Voorzichtig. We zien regelmatig de auto van de dierenambulance rijden. Waar gaan jullie dan naartoe? Wij, als jij de auto ziet rijden, dan zijn we op weg naar gewonde beesten halen. Naar mensen die zieke beesten thuis hebben, die naar de dierenarts moeten. Of we gaan vogeltjes ophalen. Vogeltjes die gewond zijn, vogels die uit de boomkoppallen zijn. En die gaan we ophalen en brengen we ze naar de natuur- en vogelwacht. Wat doen jullie nog meer? Wat wij nog meer doen, dat is hondjes naar de trimmer brengen. Naar de trimsalon. Goedemiddag. Even een beetje hoor. Klantje van de familie Schipper. Ik zal even voor je kijken. Als jullie een vogel vinden, wat gebeurt er dan verder mee? Als we die vogels vinden, gaan we eerst mee en hij is gezond. Dan brengen we hem gelijk naar de natuur- en vogelwacht. En als hij gewond is, stel dat hij een kapotte vleugel heeft, of dat hij een kapotte poot heeft, dat veel voorkomt, dan gaat hij eerst naar de dierenarts. En als de dierenarts hem nog kan behandelen, en dan wordt de vleugel waarschijnlijk gezet, of de poot die wordt gezet. En dan gaat hij naar de natuur- en vogelwacht en dan kan hij genezen. Maar meestal gebeurt het dat de dierenarts zegt, hij is niet meer te genezen, hij is niet meer te helpen. En dan moet hij jammer genoeg ingeslapen worden. Maken jullie ook wel eens leuke dingen mee? Zeker maken we wel leuke dingen mee. Hè? Maar dat is gewoon beestjes. Beestjes naar de dierenarts brengen dat ze ziek zijn en dan komen ze terug en dan zijn ze weer beter. Zijn ze geopereerd of wat ook maar. Het is niet altijd droevenis hoor, wat wij doen. Oh. Ja. Zo. Zullen we even vastleggen? Ja. Dan ga jij even mee naar de dokter, hè? Zo. Klaar. Blijf jij maar lekker liggen, hè? Zet u maar neer, dan kunnen we hem zo naar achteren rollen. Ik neem hem wel van u over. Alsjeblieft. Voor wat voor dier bent u bang? Wat voor beest ik bang ben? Nou, ik ben eigenlijk niet voor één beest bang. Maar je treft wel eens beesten. Daar moet je ontzettend voor oppassen. He, dus je hebt valse katten, valse honden en daar moet je echt voor oppassen. Wordt u wel eens verdrietig als u iets ernstigs mee hebt gemaakt? Ja, zeker. Zeker. Als jij bij mensen bijvoorbeeld een hond op moet halen, een beest is ziek en hij moet naar de dierenarts toe en dan hij is niet meer te behandelen, dan moet ook zo'n beest ingeslapen worden. Het is een, wat ben jij van katje? Oh, je bent een fruitje, hè? Een jong poesje, hè? Kijk eens even. Je bent een mooi poesje. Je bent een mooi jong poesje. Je bent een schildpadpoesje, hè? Wit. Je bent nog jong. Nou, ik zet je in een hokje. Ga ik je hierin neerzetten, in een hokje. Zo. Ga ik even water pakken. Dit was het dan met de dierenambulance. Ik ga nu een stukje meerijden.